Hallo kijkers, dat je kijkt naar deze gloednieuwe aflevering van de Minecraft Hardcore Survival. In de vorige aflevering zijn we geëindigd in een soort van mineshaft. Maar in deze aflevering beginnen we weer mooi bij onze basis. Ik ben even offscreen terug naar mijn basis gegaan. En oh ja, mijn bijl is nu al kapot, dus is het wel even handig dat ik weer een nieuwe maak. Ja, ik wil toch dit hier even weg hebben en dan weer vervangen door deze pilaren, want dan vind ik er weer net iets beter bij passen, vind ik persoonlijk. Zo, en dan springen. Dus hier wil ik misschien ook mijn enchanting table plaatsen. Oh ja, ik had ook nog door de vorige aflevering had ik weer wat extra eieren. Die moet ik nog gaan opsmelten. Hier komt Ryan, hier nog, dan hier de overige. Dus hoe ga ik dit hier doen? Dus hier komt dus de enchantment table. Hier boekenkasten. En voor nu geldt tot level 20. We moeten tot level 30 enchanten. Ja, ik ben ook sinds een paar dagen al terug van mijn vakantie. En het was best wel... leuke vakantie. Het was eigenlijk een kortere vakantie dan ik normaal heb. Ik heb ook één dag zitten filmen. Daar komt misschien nog een video van online. Maar die video moet ik dan nog even editen. Dat is een video dat we naar het stad gingen. We hebben ook één dag zitten fietsen. En dat was best wel zwaar, aangezien we de 36 toch wel boven de 30 graden was toen die dag. En als het boven de 30 graden is, dan word je wel heel snel moe. Ja, koeien, jullie mogen wat lekker smullen. Oh, ze hebben al wat eten gehad. Ik heb weer meer leer nodig voor de boekenkasten, dus ik hoop ik droppen ze wat. Ik heb denk ik iets van... ik heb nog 5 boekenkasten nodig hier nog. 15 leer heb ik nodig dan. Oké, de andere koeien kill ik later wel. Ik denk dat we toch wel deze aflevering kunnen enchanten. Ik hoop van wel. Het zou mooi zijn. Voilà. En dan hier. Ja, nog. Ik heb nog geen boerenkast. En dan kunnen we level 30 enchanten. Ik wil van plan om met die eieren ook nog een soort van kippenfarm te maken. Ik kan misschien ook wel even beter zometeen de nether in voor wat XP te gaan farmen. Ik heb goud aan. Ja, dan wordt daardoor vallen ze me niet aan. Kan ik een mooie dit meenemen? Oh ja, kan ik even ook goud meenemen? Dan krijg ik items. 7 goud gebruiken voor... iets te doen. De rest dan mag hier weer in. Oh ja, die kan je bereiden, maar hij is een beetje op het land heeft hij het koud. Hij moet vooral in de lava leven. Ja, dit maak ik als het goed is hakken als er geen piglins zijn. Ah, daar zitten ze, de piglins. Hier heb ik ook weer soul sand. En wat gaat hij me daarvoor geven? Krijg ik nog iets? Oh, fire resistance. Nice, die heb ik heel erg handig om te hebben. Zeker als ik in hardcore, als ik hier in lava val. Wat geeft hij mij? Dat was wel jammer. Niet zo'n goede drop. Was eigenlijk het beste wat je kan hebben. Ik heb een keer heel veel enderpearls gekregen. Ja, dat is troep. Nu geven ze me een... Ze moeten elke keer een beetje nadenken. Oh, magma cream.
als SoulScent, of ja, gewoon SoulScent. Fire Charge, het laatste goudstukje. Nu wil het beste hopelijk op het laatste. Oh, we hadden net nog leer nodig en nu hebben we ook leer. Dus toch wel. Ik wil even inzoomen. Misschien kan ik zo naar de fortress vinden. Ja, ze wordt ook niet boos als ik iets weghak. Als je goud weghakt, kunnen ze wel boos worden. Gelukkig zijn we nog niet van die nether everzwijn dingen tegengekomen, want die zijn gevaarlijk. Die kun je echt heel erg hoog gieten. Oh nee, een ghost. Zit daar zo. Oh, hij is echt door die tentakels heen gegaan. Ja, nu moet het lukken. Helaas zijn die items in de lava gevallen. En ik heb ze leuk enchanten. Oh, als ik daar in de lava viel, had ik even pech. Gelukkig had ik die potion nog. En eigenlijk vooral die XP nodig. De rest niet echt. Maar ik weer terugkeren. Ergens is het toch wel een beetje gevaarlijk met alle parcours. Oh nee, dit ding kan hoog springen, joh. Ik was al bang dat ik hem hitte. Als ik per ongeluk zo'n pigman hit, moet ik echt wegrennen. Oh nee, een ghost. Dat is het laatste wat ik nu wil. Kan je die snel makkelijk doden. Ik had even die dinges gemaakt zodat die dingen stoppen van de cast. Oh ja, hier zitten er nog. Ik denk dat we toch wel genoeg magma cream hebben voor een tijdje. We hebben nog niet eens nether ward om potions te maken. Even snel slapen. Iemand had ook in de rechts achtergelaten dat ik vooral veel moet gaan slapen, zodat die mobs allemaal verbranden. Behalve dan de spin en creepers, die leven dan nog. Ik ben wel benieuwd wat we zullen krijgen met ons eerste enchantment. Ik hoop op fortune op een pickaxe. Of op een zwaard sharpness en looting. Kan ik ook bij de volgende aflevering misschien bij die village gaan van een aantal afleveringen terug. Kan ik daar misschien een manningboek proberen te krijgen. Dat boek plaats ik dan hier nog. En level 30. Oeh, unbreaking 3. En op een zwaard sharpness. Is het enkel unbreaking 3 of krijgen we er nog iets bij? Ah, het is wel een beetje nice. Maar als het nog voortje in bij was, dan was het helemaal compleet. Ik ga nu wel een extra iron pickaxe maken. Wat ik hier dan weer op ga krijgen. Misschien kan ik wel een voortje hebben op iron pickaxe, dat is ook nog. Ja, voortje 3. Oké, die moeten we zeker hebben. Dus wat ik nog nodig heb is XP. We hebben nog in totaal paar XP paardjes nodig, maar hoe gaan we dat doen? Dit kan misschien wel een iets langere aflevering doen, aangezien ik toch wel van de ene plek naar de andere plek moet reizen steeds in één aflevering. Kunnen we snel level 30 worden? Oh nee, een ghost zit daar, die ziet ons niet. En nu wel, ren voor je leven. En daar nog quartz. Het is toch wel druk om aan XP te geraken bij early game. De laatste levels gaan het traagst omhoog. Ja, daar nog en daar nog. Als ik nu eenmaal die fortune heb, kan ik ook gelijk die diamonds hakken die ik zag. Oké, nu moeten we wel terugkeren. Misschien kan ik ook wat leuks bouwen met die quartz. Alleen, ik
weet niet. Het zal wel iets zijn voor in de verre toekomst dan. Het is ook de laatste keer dat ik de Nether in ging voor deze aflevering. Ik ga nog pas weer de Nether in als ik Voltia heb. Dan kan ik op zoek gaan naar zo'n fortress. Of op zoek gaan naar die ancient debris. Fortune 3! Oh, en dan ook nog efficiëntie 4 en unbreaking 3 op. Met deze pick ga ik enkel oorzaak hakken. Ja, ik denk dat het dan wel mooi geweest is voor deze aflevering. Dus vond je deze video leuk? Laat het dan even weten in de reacties. Laat dan alvast een blauw duimpje achter. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Dus doei!